Deel je progressie. Dat is wat ik ga doen. Ik ga als speler de baan op en ik neem jou mee, zodat wij samen progressie kunnen boeken in ons spel. Dus geniet van deze video, like deze video en abonneer op ons kanaal. En dan gaan wij samen meer progressie boeken dan ooit. We zijn nu in Amersfoort bij Dennis Cox aan het trainen. En we beginnen uiteraard weer met een warming-up. En dit keer doe ik mee met een groepstraining waarin ik echt aan het werk word gezet. Hier zie je een paar gasten al van spelen met als trainer Dennis. Laten we beginnen met 2 tegen 1. 2 against 1, Jonathan. Hugo and you on this side. You guys play both the ball long line. So play the ball long line. Stijn is playing each ball cross court. Pure on length. Voor jou. Diep te houden. Ja. En proberen op die manier controle. Heel belangrijk met die wind is niet stilstaan. Iedere bal die je slaat in de voorbereiding, zorgen dat je ongelooflijk actief bent en heel erg focust die bal. En speel het zuiniger, hoe moeilijk dat soms ook is. Als het heel hard waait, heeft het geen zin om sowieso niet maar ja, balen die wind, kloten, balen. Maar heel belangrijk is dat je vooral er goed mee om mee te gaan en speel iets zuiniger dan dat je normaal gesproken misschien doet. Yes? Okay. Er stond onwijs veel wind, daar moesten we dus rekening mee gaan houden. En in deze oefening is er dus eentje die je met z'n drieën doet. Dus als je met z'n drieën ook de baan op gaat, ga dit ook zeker zo doen. Je moet het dus simpel gaan houden. Je moet, zeker als je wind mee hebt, niet te veel met de bal willen doen. Hier, als speler waar ik alleen stond, moest ik dus alle ballen cross spelen. En het tweetal sloeg alle ballen rechtdoor. Geloof me, dan moet je aan de bak. Je laat elkaar lopen, maar niet echt scoren. En wat ik graag wil zien is de back and slice erbij. Dus gebruik die slice. Ook op gravel is een slag die je natuurlijk steeds meer ziet. Gelukkig in het huidige tennis als variatiebal. En dat kan natuurlijk met een aanvallende intentie zijn. Maar ook inderdaad om het ritme van de rally een beetje te onderbreken. Dan wel dat je iemand een keer naar voren lokt. Dus ik wil zeker wel dat we, die gebruiken ook veel, back and slice. Je speelt best wel makkelijk. Nu misschien een beetje voor de vorm ben je voor een beetje wat rustig, een beetje slagen. Speel je een beetje agressief of ben je met een counter spelen? Jij een beetje counter. Ik dacht iedereen kan een beetje. Ja. Nice. Dat je als je slaait, is het redelijk. Het is eenparig. Ja. Ik mis een beetje dat laatste stukje af en toe bam, dat je daar naartoe. Weet je? En dat wil niet zeggen dat je daar ook wat harder wordt geslagen. Maar je mag voor mij ook ietsjes meer ja. Voorhand. Ik moet dus op zoek gaan naar die versnelling, zodat ik met mijn voorhand wat meer kan gaan uitdelen. Vond ik een hele mooie tip en ook bij de anderen van de groep zag ik dat zij dat best wel goed deden. Laten we bijvoorbeeld even bij Stijn gaan kijken. Je ziet hier dat hij net voordat hij slaat best wel een flinke versnelling in zijn voorhand heeft. En daardoor kan hij dus ook echt veel uithalen zoals hij hier deed. Maar deze jongens die konden goed tennissen en dat was leuk, want waar ik dus echt in geloof is dat als je meer uren maakt en die uren ook maakt met mensen die beter zijn dan jij, of in ieder geval je heel erg kunnen uitdagen, en dan moet je harder rennen, moet je meer je best doen. Zo leuk om te vertellen dat die mannen die spelen de eerste bal in het spel met een zware spinbal, dat ze dan eigenlijk gelijk heel de wedstrijd echt starten. We doen ook als vorm waarin je gewoon de bal onlangs in het spel brengt. Maar dat begint dus vaak heel erg verzadigd als het ware. Ik wil eigenlijk dat ze gelijk gewoon heel scherp zijn met een zware bal. En op die manier ook een bal terug moeten spelen wat eigenlijk ook in de wedstrijd voorkomt. En op die manier gaan we ook vaak straks meteen verschillende soorten eerste ballen in het spel brengen. Straks ook bijvoorbeeld met een back and slice. Zodat ze ook op die manier leren omgaan met verschillende soorten situaties in het spel. Je moet de eerste bal met veel spin opbrengen en zoals je hier ziet zijn we echt punten aan het spelen. Dus vanaf punt 1 staat er al gelijk druk op en voor de rest moet je gewoon proberen het punt te winnen. Alles uit je spel halen. Dat vond ik een hele goede manier, want uiteindelijk wil je het spel spelen zodat je meer punten gaat winnen. Wat ik de vorige keer met Maurits trainde op ballen sneller nemen, probeerde ik dat vandaag weer te doen. En dat ging best wel goed.
Maar uiteraard zijn er ook momenten dat je weer even gecorrigeerd moet worden. Zoals Dennis terecht zegt, speel je een aanvallende bal en zie je dat je tegenstander in moeilijkheden is. Ga dan alvast wat meer naar voren. Blijf niet achterin hangen, zoals ik deed. Want dan moet je weer dingen gaan oplossen. Maar jij wilt juist problemen brengen bij je tegenstander. Ik laat ze inspelen in de back and slice, de allereerste bal. Wat ik net al zei, verschillende soorten situaties trainen. Back and slice betekent natuurlijk vaak dat ze wat lager onder die bal moeten komen. Je mag ze wat korter spelen, maar dat ze ook al van tevoren gaan nadenken over een plannetje hoe ze een rally kunnen opstarten. Dat is de visie erachter. Je mag hem ook cross-court spelen. Het moet wel haalbaar zijn, maar het mag echt scheidbal zijn. Graag zelfs. Dus op het deal met die omstandigheden en dan spelen we daarna het punt uit. Yes? Net moesten we de bal natuurlijk met een zware topspinbal inbrengen, maar dat gingen we nu met een lage slice doen. Daardoor moesten we steeds op zoek gaan naar manieren om het punt te winnen en ben je dus de hele tijd problemen aan het oplossen. En daar gaat het om in tennis, dat jij gelijk zoekt zelf naar manieren hoe je het punt kan gaan winnen, hoe je een bepaalde bal kan gaan slaan. En dus ben je heel doelgericht aan het trainen doordat je het elkaar gelijk moeilijk maakt. En dat ging af en toe gepaard met een tweener, frustratie en wat blijdschap. En dan komen we aan het einde van de training waarin we hier nog even punten gingen spelen met de service erbij. En dat is altijd goed. Dus altijd goed om die service, die return te trainen. En sla dat eigenlijk nooit over bij een training. Omdat elk punt daar natuurlijk mee begint. Voor jou met een service of met een return. Nou, nu nog even luisteren wat Dennis te zeggen had over mijn spel. Bij jouw tennis bijvoorbeeld, je kan eigenlijk alles. Ik zei al wel van ik ben meer een counter speler, afwachtend. Als ik zo vandaag zie hoe je af en toe inkomt naar het net en je positie neemt en hoe handig je bent met die volleys, daar kan je denk ik wel naast het counterwerk, misschien plan B zou kunnen zijn, kunnen werken aan een soort van plan A met iets agressiever misschien of iets sneller soms spelen. De backers vind ik heel lekker, heel compact. Het af en toe nog ziet er mooi uit, maar iets te soft. Ja, precies, heel erg leren ja. Het ritme eigenlijk. Wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen is bijvoorbeeld met drills werken. Dat je dus met spelers om een bladverstelling te gaan trainen, ballen uit de lucht spelen. Dus je moet hem niet op deze hoogte nemen, maar een beetje dalend laten nemen of spelen. En dan probeer je iedere keer met bladversnelling probeer die bal van onder naar boven te spelen. Precies, ik moet die op versnelling maken. Precies, uit de lucht. Ja, en dan niet, uit de lucht, uit de lucht. Hij stuit niet. Nee. Want dan moet je wel, het is heel ontspanning, proberen dus die bladverstelling te trainen. Ik hoop dat je dit weer een toffe aflevering vond en dat je ervan genoten hebt. Abonneer zeker even op dit kanaal en doe een duimpje omhoog. En ga zelf ook weer de baan op. En wil je dat gaan doen met een plan? Wil je in contact gaan komen met gelijkgestemden en hard met elkaar gaan trainen? Veel leren en progressie boeken? Start dan met het progressieprogramma. Ga naar www.tennisworld.nl voor meer informatie en zet hem op de baan.